In Nederweert, daar gaan ze iets nieuws proberen. Daar gaat het plastic, metaal en drankkarton afval apart opgehaald worden. Ja, ik moest de afkorting PMD even opzoeken, zo is het ook. De komende week kunnen inwoners van Nederweert kroonringen ophalen en de speciale zakken zijn al beschikbaar. Hoog tijd om even de puntjes op de i te gaan zetten. Wethouder Ria Stine, goedemiddag. Hey, goedemiddag Jeroen. Hey, ja, de grote vraag is natuurlijk, waarom gaan we het apart ophalen? Omdat het op dit moment te vervuild is. PMD mag je aanbieden, maar op het moment dat er heel veel andere troep tussen zit, dan wordt het als restafval aangemerkt en dat is ontiegelijk duur om te verwerken. Dus wij hopen, doordat we bij de mensen gaan ophalen, dat we wat schoner PMD krijgen. En dat gaat ons als gemeente geld schelen. Ah, want de gemeente betaalt zelf voor de opruimkosten dan? De gemeente vraagt voor de opruimkosten. En de gemeente moet ook betalen als het allemaal restafval wordt. Ja, dus eigenlijk, want jullie hadden ook gewoon kunnen zeggen, we doen de gemeentelijke belastingen voor de afval omhoog. Eigenlijk doen jullie de bewoners van Nederweert dan een dienst. Ja, daar zijn we toch voor. Ja, hey, vertel me eens, hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Nou ja, de mensen hebben inderdaad kunnen bij de supermarkt de zakken ophalen. En die zakken worden op de dag dat normaal ook de container gehaald wordt, kunnen die mensen de zakken aanbieden. Daarvoor zijn kroonringen, maar als je een andere mogelijkheid hebt om die zakken op te hangen of je zet ze neer, dan worden ze aan huis opgehaald. Ja, wat is dat, een kroonring? Je zegt het alsof het niks is. Ik heb het echt moeten opzoeken, maar ik kan me voorstellen dat een gemiddelde luisteraar ook denkt, een kroonring, wat moet ik ermee? Nou, ik kan er eentje laten zien, maar dan laat er eentje halen. Ja, dat is helemaal goed. Nou, wethouder Riazine staat op en die gaat een kroonring pakken. Mocht je nu aan het luisteren zijn, check ook zeker even ons televisiekanaal, WeerdFM TV. Of wat je ook kunt doen, is gewoon naar WeerdFM.nl gaan. Dan kun je de stream ook zien. Ik zie dat de wethouder terug is. Nou, laat eens zien. Nou, dit is de kroonring. Dus die kan bevestigd worden op een paal. Ja. En dan zie je dat er gewoon een aantal bobbels zitten. En daar kun je de zakken omheen hangen. En de zakken hebben een koord, wat je dus kunt samentrekken. En dat hang je ook aan zo'n kroonring. Ah. Gaat dat er niet allemaal heel lelijk uitzien als door de hele gemeente allerlei zakken aan lantaarnpalen hangen? Ik denk dat de gemiddelde rattenkolonie er blij mee is, of niet? Nou ja, goed, kijk, natuurlijk is het niet mooi. Ik bedoel, mijn afval is ook niet mooi. En ik ben vandaag weer even bij in dorp geweest, bij de PMD-zak. Die liggen nu daarnaast, omdat de containers vol zitten. En dat vind ik ook niet mooi. Dus het is één dag per week. Ik weet niet of je zelf wel eens in Maarhezen of in Zomeren komt. Daar werken ze al langer met dit systeem. Dus het is maar één dag per week dat die zakken, dat je ze aanbiedt. Dus het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen de hele week zakken laten hangen. Dus gewoon één dag per week en dan worden ze opgehaald. Ja, hoe zijn de reacties van de mensen uit Nederweert hierop? Want ik kan me voorstellen dat de vragen die ik heb, dat die ook bij de inwoners leven, toch? Nou, absoluut. We krijgen best heel veel vragen. Ja, mensen moeten wennen aan wat nieuws. Dat is per definitie zo en dat is ook altijd zo. Dus sommige mensen zeggen wel van nou, het is wel fijn, het wordt aan huis opgehaald. Maar andere mensen hebben inderdaad wel vragen van goh, waar laat ik het spul? Want het wordt nu één keer per twee weken opgehaald. En ook mensen die erg klein bij huis zijn, die hebben wel eens vragen, waar laat ik die zakken? Ja, en daar gaan we toch echt kijken naar een oplossing. Het is ook een pilot, het is ook een proef. Dus, en we hebben ook mensen in de klankbordgroep zitten, waarbij we hopen van hun te horen van waar lopen mensen nou tegenaan. Dus nee, er zijn best wel veel vragen. Maar ik kan me nog herinneren toen dat de container ingevoerd werd, dat mensen ook vragen hadden, waar laat ik die container? Dus ik denk eerlijk gezegd dat het een verandering per definitie vragen oproept. Nou, dat sowieso. En nou veranderen we niet zo makkelijk met z'n allen, zo is het ook. Dus laten we het voordeel van de twijfel geven, zou ik zeggen. Over 3 maanden staat er wel een nieuwe gemeenteraad. Kan deze het plan ook weer overboord gooien als het niet bevalt? Of wanneer wordt er besloten, zeg maar, dat de pilot positief of negatief wordt ervaren? Gaan we dat een heel jaar uitproberen? Ja, we gaan het een heel jaar uitproberen. Omdat niet alleen PMD, maar ook het restafval wordt opgehaald en de luiers en incontinentiemateriaal gaan we iets anders mee doen. En dan willen we eigenlijk alle seizoenen een keertje kijken hoe dat het uitwerkt in de seizoenen. Dus daar zal eind van 2022 zal de balans opgemaakt worden. En dan wordt ook de aanbesteding gedaan voor het nieuwe systeem. Dus ja, ongeacht welke nieuwe raad er daar gaat komen, ze zullen met afval aan de slag moeten. Ja, nou ja, zeker wat je zegt. Als dat het op deze manier geld kan besparen, waarom zou je het dan niet doen? Hè?
Ja, lijkt mij ook. Ja, nou, wethouder Riastine, dankjewel voor je tijd. Ga je zelf de eerste dag mee met het ophalen van het afval? Ja, dat is misschien wel een idee. Ik ga wel zeker kijken een keer, en dan nemen we de mensen van de klankbordgroep mee, naar hoe dat afval verwerkt wordt. Want sommige mensen hebben nog het idee van, nou, waarom zouden we scheiden? Het wordt toch allemaal bij elkaar gegooid. Mm-hmm. Maar dat is niet het geval. Dus we gaan zeker met een club het volgen wat er gaat gebeuren. Nou, mocht je nog interessante dingen tegenkomen tegen die tijd, dan laat je me van je horen. En dan spreken we elkaar tegen die tijd nog een keertje. Doen we zeker, Jeroen. Tot ziens. Wethouder Riastine, dankjewel voor je tijd en een fijne zondag. Hoi, hoi.